Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, staat u mij toe mijn mond en neus stapje af te doen, zodat u mij in volle omvang kunt zien. Voorzitter, goed luisteren is ook een kunst. En door de antwoorden zijn een tig aantal vragen irrelevant geworden. Ik hoop dat men dat beseft. Maar voorzitter, ik sta hier omdat ik gekozen heb om voor dit land Suriname te werken en weder op te bouwen. Weder opbouwen uit vaderlandsliefde. Vaderlandsliefde houdt in mijn optiek niet in om het huis Suriname tot en met het fundament waarop het gebouwd is kapot te slaan zoals dat in de afgelopen jaren is geschied. Ik sta hier omdat ik mij geroepen voel om dat fundament te helpen herstellen. Het huis waar wij van beweren van te houden, maar toch in staat zijn geweest volledig kapot te slaan. Het huis waar mijn en uw kinderen en kleinkinderen in moeten opgroeien. Het huis waar er ook plek is, voorzitter, voor de kinderen en kleinkinderen van diegenen die het weggevaagd hebben om onder goede omstandigheden en geborgenheid op te groeien. Voorzitter, aan de wederopbouw van dat huis ben ik bereid mijn schouders onder te zetten. En ik doe dat niet alleen met alle energie in mij, maar vooral, voorzitter, met een opgeheven hoofd. Ik heb eerder in uw college gezegd dat ik alle instrumenten zal inzetten om dit land weder op te bouwen, behalve corruptie. Voorzitter, ik ben er daarom trots op dat ik iedereen recht in de ogen kan aankijken, zoals ik ook nu doe met opgeheven hoofd en ook in de zon kan staan. Ik betwijfel of dat voor iedereen in dit huis gezegd kan worden, voorzitter. En voorzitter, waar er gewerkt wordt, worden de fouten gemaakt. De bereidheid moet er wel zijn om die fouten te erkennen en te corrigeren. En als ik mij moet verantwoorden voor eventuele gemaakte fouten, dan doe ik dat eveneens recht in de ogen aankijkend en met opgeheven hoofd. Ik zal nooit en te nimmer onderduiken, voorzitter. Want ik ben geen lafaard. U, voorzitter, en de gemeenschap mag mij afrekenen indien u mij betrapt op het gebruik van 1 cent van de gemeenschap te eigen baten. Ik zal voor de consequenties instaan. Nogmaals, ik ben geen lafaard. Maar u heeft mij daar nog niet op kunnen betrappen en dat zal ook niet gebeuren. Want wat er niet is, zal u ook niet kunnen vaststellen. Ik heb op mij genomen om dit huis, dit land waar wij zo trots op moeten zijn, weder op te bouwen en weder het fundament te helpen leggen voor een goede toekomst. En ik ben bereid mijn handen daarvoor in de modder te stoppen. Maar ik zal niet bereid zijn om mij met modder te laten besmeuren. Zeker niet door lieden die wanneer zij zichzelf in de spiegel bekijken, moeten afvragen wat zij dit land hebben aangedaan en erger nog, kennelijk daar nog trots op zijn. Voorzitter, maar ook voor hen en hun nageslacht ben ik bereid mijn handen in de modder te stoppen en hoop dat hun geweten ooit zal spreken en dat zij tot inkeer zullen komen. Het mag daarom ook nimmer gebeuren dat deze gewetenlozen wederom de kans krijgen het weer leeg te roven en kapot te maken, voorzitter. Ik hoop niet dat het ijdele hoop zal blijken te zijn. Ik kijk u allen recht in de ogen aan. Ik kijk u allen recht in de ogen aan. En ik ben geen tjeparha, als u weet wat dat betekent. Deze jongen
Deze jongen heeft geen boter op zijn kop en is een trotse Surinamer. Ik dank u wel, voorzitter. Heer minister, bent u al klaar met uw betoog? Vraag u aan de ex-VP. Dames en heren, mag ik rust in de zaal? Ik zal het voor u vertalen, voor de leden die dat niet weten. Chaprahan mag u vrij vertalen als een vernietiger. Maar goed.